Van harte welkom. Het is vandaag zaterdag 13 april en we zijn weer live in Noordwijk bij Grand Hotel Huis ter Duin. En wat hebben wij vandaag in petto, Liek? Ja, we hebben hele mooie innovatieve ondernemers bij ons met echt hele leuke verschillende producten. We gaan het hebben over allerlei soorten robots, met name ook voor de zorg. Wat kan er op dit gebied al? Hoe ver zijn we en hoe gaat de implementatie daarvan? Maar we kijken ook naar de gezondheid, meer aan de voorkant van wat stoppen we in ons lichaam en hoe doen we dat zo gezond mogelijk? Dus we hebben iemand van de Healthy Fridge die komt vertellen hoe je zorgt dat mensen altijd toegang hebben tot gezonde snacks. Kijk, lekker. En we hebben, we hadden hem al eerder in de uitzending, maar we zijn blij dat hij er weer is. Sjoerd Wijkamp, die komt vertellen over de giraf, de gouden giraf. Voor evenementen is dat een prijs. En hij komt ook vertellen wat er allemaal bij zijn eigen evenementenbranche aan de hand is. Want dat zijn hele spannende berichten. Ja, er gebeurt veel daar. Ja, dus dat is, blijf vooral kijken, zou ik zeggen, want dat wordt een grote scoop. Maar we beginnen eigenlijk zoals gebruikelijk altijd even met Jill Stokkermans hier van Hotel Huis ter Duin. Welkom, Jill. Fijn dat je bent. En je hebt iemand meegebracht. Kenny Friedrich zit naast jou. Ja. Goedemiddag. Goeiedag, welkom ook. Kun je even heel kort vertellen wat hij doet? Sinds kort is Kenny onze junior chef in Michelinster Restaurant La Tour. Wauw. Ja. Nou, welkom. Leuk dat je er bent. Gefeliciteerd. Bedankt. Mag ik dan met jou beginnen? Is dat goed? Vind je dat goed, Jill? Als ik eventjes met Kenny begin. Want hoe lang ben je hier nu werkzaam? Ruim 7,5 jaar alweer. 7,5 jaar. Ja. En dan nu in La Tour, daar ben je dan opnieuw aangesteld. Ik ben begonnen in hetzelfde restaurant. Ik ben alleen begonnen als chef de partie. Mm-hmm. En zo heb ik eigenlijk het hele, de hele trap heb ik afgelopen. En nu tot de functie junior chef gekomen. Wow. Wow. Even heel kort voor de kijkers die daar niet zo heel erg in thuis zijn. Wat zijn die verschillende stappen? Ik hoorde chef de partie. Oftewel, dat houdt in dat ik eigenlijk alleen verantwoordelijk ben voor een kantje, voor een partie. Mm-hmm. Daarna werd het chef tournant. Oftewel, vooral inspringen waar nodig. Dus dan krijg je wat meer zicht in verschillende kantjes. Daarna souschef geworden. Mm-hmm. Dan wordt de verantwoording nog groter uiteraard. En nu junior chef en doe ik dat samen met Marcel van Lier. Ja, ja. Die hebben we hier toch ook een paar weken geleden gehad. Hier aan de hij is toch ook zo'n, hoe noem je dat, hutspot-expert. Dat hij een boekje heeft geschreven daarover, toch? Was hij dat? Dat weet ik niet of hij dat was. Werner. Maar goed, allemaal hier bij Huis ter Duin, dus dat allemaal is waar. Heel goed koken. Zeker. Maar wat ontzettend leuk inderdaad. En nu ben je dus inderdaad junior chef en dan op een gegeven moment word je senior. Dat zou mooi zijn als dat echt, ja, zeker. Want dan ben je nog steeds in opleiding of leer je echt gewoon door het te doen? Of ga je het ook is nog een paar vooral dagen echt leren door het doen. Het is vooral heel veel rondkijken, zelf gerechten maken. En dan vooral goed kijken, is dit goed genoeg of moet dit beter? Ja. Ja. Maar je moet zelf ook echt gerechten ontwikkelen als het ware. Ja, hè? Zeker. En hoe kom je dan aan inspiratie? Social media is ontzettend belangrijk uiteraard. Lezen. En dan vooral de kookboeken. Mm-hmm. Niet alleen de plaatjes kijken, maar ook kijken wat er achter zit. En veel proeven zo. En veel uit eten gaan. Ah. Grote hobby. Jij zit dus altijd wel ergens. Je kan met jou ook niet meer gewoon ongerept uit eten gaan. Je zit dan altijd gelijk een soort beroepsdeformatie te kijken. Ja, inmiddels wel, ja. En ik zou ook eigenlijk wel aan Huis ter Duin vragen of je gewoon veel mag reizen om eens te kijken wat ze in Japan doen. Oh ja, dat is een hele goeie. Hey, maar Joe, ik ga eventjes naar jou. Het is hartstikke leuk als je zo iemand zo helemaal hier ziet opgroeien inderdaad. Ja, het is heel tof om te zien. Ik denk dat jij bent iets eerder dan mij begonnen hier. Maar het is heel tof om iemand zo de stappen te zien maken door de jaren heen. Ben je niet bang dat je hem kwijtraakt? Dat je zegt, we leiden hier iemand op en op een gegeven moment gaat hij ergens anders staan? Die kans is er, maar daar focussen we ons niet op. We zijn heel blij wat Kenny nu allemaal toevoegt à La Tour. En ik denk dat ze heel veel mooie dingen samen kunnen doen met Marcel. Dus we wensen dat hij natuurlijk nog een tijdje bij ons blijft. Uiteraard. Ik zou ook wel toch zeker. Een mooie fijn restaurant. Want La Tour is open iedere avond? Eigenlijk van dinsdag tot en met zaterdag. En dan zijn we vanaf 6 uur open. Oké, dan kunnen mensen reserveren. En wat kunnen ze dan ongeveer verwachten?
Wat wij nu serveren is dat we een kleine à la carte kaart hebben. En daarnaast serveren we een 6 of 7 gangen menu. Wauw. Het zijn dan kleine gangen, neem ik aan. Anders dan, ja, het zijn geen mooie, hele grote porties inderdaad. Nee, het zijn echt mooie gerechtjes, mooi klaargemaakt. Ja. En hoeveel mensen zitten dan ongeveer in zo'n restaurant per avond? Het is nu zaterdag en meestal zitten we op zo'n avond rond de 30 tot 40 gasten. Want dat is echt per bord heel veel werk. En je moet het echt helemaal mooi... Het is niet zo van een kwak aardappelpuree. Het is echt zeker. Helemaal mooi. Het zit tussen de 10 en 15 handelingen per bord zo'n beetje, denk ik. Wauw. Ja. Jeetje, respect. Nou, heel erg gaaf. Nou, ik zou tegen mensen zeggen, ga absoluut een keertje kijken en proeven. Werk jij alle dagen, Kenny, hier? Of zijn er speciale dagen dat ze voor jou moeten... Ik ben er altijd. Heb jij nog een signature dish, dat je zegt, nou, dat is mijn inmiddels staan er verschillende gerechten van mij op de kaart. Maar degene die er voor mij momenteel wel uitspringt, is de paling met boekweit, oester en zeewier. Ik krijg echt water in mijn mond, serieus. Dat klinkt lekker. Nou jongens, jullie horen het allemaal. Ga inderdaad naar La Tour, reserveer even een plekje. En proef de heerlijke gerechten van Kenny. Ontzettend leuk dat je hierover wilde vertellen. Dankjewel. Uiteraard. Echt stoer. Heel leuk. Jill, nou La Tour, we hebben het natuurlijk net over gehad. Ja. Maar daarnaast wordt het ook weer lente. We hadden de eerste zon. Het staat nu helemaal vol naar het strand toe ineens. Het is zaterdag en de zon schijnt. Dus mensen, allemaal naar het strand. Hoe is dat hier in het hotel? Zoomt het? Zeker, ja. Volgens mij vorig weekend hadden we al het eerste echte lekkere weer in het weekend. Nou, dan voel je dat en Noordwijk volstroomt, maar ook zeker het hotel. Mm-hmm. En ja, dat is wel heel fijn. De terrassen zijn weer open, allemaal sinds Paas. En we hebben er natuurlijk niet echt van kunnen genieten. Dus je merkt dat iedereen lekker vrolijk is. Gaan het strand op, zitten lekker in het zonnetje. Dus ja, we mogen niet klagen. En dan krijg je nu de meivakantie als eerste, denk ik, die eraan komt. Ja, meivakantie. In die zin, dat is nog de laatste week ook nog van de Keukenhof. Dus als men... is het dan weer de laatste week alweer, ja. Ja, in mei, ze gaan halverwege mei gaan ze alweer dicht. Oh, wat gaat dat doen? Moet dan nog snel gaan ook. Dus een hele leuke tip voor in de meivakantie. Als je het dan even lekker combineert met of een bezoek aan Brekers of een diner à la Tour, mag natuurlijk ook. En een overnachting, dan denk ik dat je een heerlijk uitje hebt in de meivakantie. Leuk, oh, zalig. Ja, lekker. En ben jij alweer aan het plannen naar de zomervakantie of dat is nog te ver weg? Wij zijn zeker wel bezig met hoe we de zomervakantie gaan inrichten. Natuurlijk verwachten we weer lekker veel Duitse en ook Nederlandse gasten. Het weer moet natuurlijk een beetje meezitten. Maar gelukkig is in de omgeving genoeg te doen. En wij zeggen altijd, je hoeft Noord of in ieder geval Huis ter Duin niet uit om te kunnen genieten. 1 avond in La Tour, overdag lekker naar de spa. Een strandwandeling kan altijd, ongeacht het weer. Dus Leuk, heerlijk. En jullie doen ook heel veel aan evenementen. Ik zag nu in de hal ook enorme grote bedrijventoestanden staan met goodiebags en weet ik wat allemaal. Dat kan hier allemaal, hè? Van gala tot en met congres, tot en met... Ja, het is nu een zakelijk congres wat we weer hebben. Dat is ook wel echt het seizoen nu voor ons. Dus die komen er allemaal aan. Maar inderdaad, een gala, volgens mij... komen die in juni weer, hebben een aantal mooie gala's staan, mei. Het is heerlijk, want het geeft ook wel weer aan dat het bruist in het hotel, Top, helemaal super. Nou, fijn dat wij er ook weer mochten zijn. Ja, zeker. Ja. Heb je nog iets te delen voor de kijkers dat je zegt, dat is goed dat ze dat even weten? Of zeg je, nog een hele leuke samenwerking met La Tour en de Basiliek. En jij kan er eigenlijk meer beter over vertellen. Naar jou, Kenny. Ja, zeker. We doen een aantal keer per jaar doen wij de Sunday Vibes. Dat staat, daar zit altijd een thema aan vast. Vaak is het dat er een sterrenchef onze kant op komt. Dus dan wordt het een four-hands dinner. Maar we doen ook wel eens iets met wijnmakers of dat soort dingen. En dit jaar hebben we besloten om dat met de junior chef te doen. En met mijn generatie koks, zeg maar. Mm-hmm. En, we zijn dus begonnen met Jorni van Dijk en die komt over 2 weken deze kant op. Ja. Oh, wat leuk. En daar kunnen mensen dan naartoe komen ook? Ja, zeker. Oh, geweldig. Ja. Nou, spannend. Nou, goed om dat nog eventjes... Ja, zeker. Nog meer redenen om hier naartoe te komen. We hadden al zoveel redenen. Maar nog meer redenen. Hartstikke leuk. Zeker. Nou, heel veel succes er allemaal mee. Dat was hem, Jill? Dat was hem. Ja, dat was hem. Nou, dan gaan we gewoon dit allemaal leuk beleven en meemaken hier in Huis Zuid. Ontzettend bedankt. En nogmaals, dank dat we hier weer mogen aanschuiven. En
Tot volgende maand en tot vanavond, zou ik zeggen. Tot vanavond. Gezellig. Dankjewel. Ja, het is heerlijk als zo de zon weer gaat schijnen, inderdaad. Ja. En de mensen alweer naar het strand gaan. Ik zag buiten ook alweer alles opgebouwd. Ja, daar wil ik dan eigenlijk deel ook naar vragen. Maar dat vind ik dan ook zo tuttig. Maar wat een werk moet dat zijn. En dat moet dus allemaal ergens opgeslagen. Dat moet dan weer klaar zijn. En dan zie ik dat ik zelf al een hele dag bezig ben om de 3 tuinstoelen weer schoon te krijgen na de winter. Ja, nee, maar hier staat het allemaal perfect stralend op dat terras. Dat vind ik echt hartstikke mooi om te zien. Maar goed. Nou ja, we hebben hier inderdaad de uitzending vanuit Huis ter Duin. Zoals ik al zei, we hebben hele prachtige, innovatieve ondernemers aan tafel. Heb je zelf een keer iets heel innovatiefs? Laat het me weten. De mensen hier heb ik eigenlijk ook, die kwamen via internet bij mij, via een DM-bericht of wat dan ook binnen. Van, ik heb via LinkedIn zitten dat soort ondernemers ook veel. Hè? Ja. Ik krijg heel veel verzoeken. Nou, sommige dingen zijn niet zo geschikt om op tv het over te hebben, maar sommige dingen zijn echt ontzettend leuk en innovatief. En die nodig ik dan ook graag, of nodigen we dan hier graag uit. Gaat er eigenlijk om, is het iets inspirerends of is het iets heel innovatiefs? Dat soort dingen, dat past erin. Ja. En bij ons gaat het verhaal eigenlijk altijd over de mensen die erachter zitten, die ermee omgaan. Dat is natuurlijk helemaal mooi om te horen. Hoe doe je dat? Want een goed idee hebben, dat kan iedereen. Dat is echt niet het moeilijkste. Daar hoef je niet eens heel erg slim voor te zijn. Maar een goed idee uitwerken en in de praktijk brengen, daar zit de crux. En daar heb je ondernemerschap voor nodig en een hele hoop positieve energie. En doorzetten. En doorzetten. Ja. Nou, we hebben je goed geïntroduceerd. René Bink is hier aangeschoven. Je ziet zijn enthousiasme en zijn doorzettingsvermogen er inmiddels vanaf stralen. Welkom René, wat ontzettend leuk dat je hier bent. Ik zei het al, ondernemer, geweldig idee, maar dan nog uitwerken. Ja. Kort voor de kijker, wat is jouw product, wat is jouw bedrijf? Ja, wij zijn van Healthy Fridge. We zijn een bedrijf dat 4 jaar geleden is opgestart. En wat wij doen is, eigenlijk is het heel simpel vertel, gezonde voeding heel makkelijk bereikbaar maken. Okay. Dus wij vinden het belangrijk dat als je op je werkplek, dat je gewoon dag en nacht, in het weekend, dat er altijd iets gezonds beschikbaar zou moeten zijn. En de werkelijkheid is dat dat nu vaak helemaal niet zo is. Restaurants gaan op een gegeven moment dicht, om 2:30, 2:30. Ja. 'S ochtends vroeg zijn ze nog niet open. Als je overwerkt, als je het weekend werkt, als je met ploegen werkt, er zijn allemaal redenen waarvoor dan op dat moment vaak alleen nog maar snoep, automaten, bezorging, pizza's, dat soort dingen. Ja, want dat heb je bij bedrijven inderdaad, als om 2:30 de bedrijfskantine dicht gaat. Kuppensoep of zo misschien nog net inderdaad. Hè? Dat is dan nog redelijk, vind ik dat gezond, terwijl het een bak zout schijnt te zijn. Nou ja, wat wij heel graag doen is dan hele lekkere, verse, gezonde dingen beschikbaar maken. Dus dan moet je denken aan wraps, pokeballs, soepjes. Maar dan zit je wel gelijk met je houdbaarheid, denk ik. Ja, dat is misschien ook het moeilijke. Wat moet u dan veel weggooien? Nou, dan werkt het niet. Nee, dat wil je dus niet. Dus het begin bij het begin is dat een product gewoon zo lekker moet zijn tot dat het gewoon opgaat. Afgenomen wordt. En wat wij dus, wat het unieke is, wat wij hebben gedaan, is dat we een hele korte keten hebben gecreëerd. Dus wij zetten op drukke bedrijven, ziekenhuizen, scholen, een fridge neer. Die is online. Wij zien permanent wat erin zit, wat voor houdbaarheid er nog in zit. Wij voorspellen elke keer wat er nodig is de komende 24 uur. En dat maken wij op het allerlaatste moment. En hoe voorspel je dat? Dan heb je een heleboel data nodig. Dus dan hou je heel goed bij wat er iedere keer normaal gezien verkocht wordt. Of, Je gaat echt patronen analyseren. Dus als we bijvoorbeeld hier in dit hotel een koelkast zouden hebben staan, dan voorspellen wij continu wat gaat er de komende 24 uur, 48 uur gebeuren. En dat kan heel verschillend zijn in het weekend versus door de week. En aan de hand daarvan bepalen we wat we maken. En dan even praktisch gezien, je hebt de producten die worden ergens gemaakt, samengesteld, gedaan. Is dat in een soort centrale distributiecentrum? We hebben ongeveer 30 producenten om ons heen hangen. Dat zijn veel producenten die voor foodservicepartijen maken. Dus dat is echt restaurantkwaliteit eten. En deels maken we het ook zelf. We hebben onze eigen groentesnijderij en productieruimte. En daar maken we dus elke dag van de week bijvoorbeeld pokeballs. En die verzamelen we allemaal op één punt. En zo rijden we elke ochtend langs alle fridges om ze bij te vullen. Maar iedere ochtend langs alle fridges, als je er eentje in Friesland en eentje in Limburg hebt, of doe je alleen de Randstad? Nee, dat is, dus er zit ook een logistieke component aan dit bedrijf. Dus wat doe je, hoe doe je dat? Is dat je zoekt per regio, creëer je gewoon routes.
Dus we zijn ooit begonnen in de regio Arnhem en Nijmegen. Daar hebben we een tiental fridges staan. En dan creëer je een volle route om al die fridges te bezorgen. Dus om een idee te geven, om 4 uur 's ochtends beginnen we met rijden. En dan rijden we zo'n route af. En voor 11 uur 's ochtends moet het allemaal klaar zijn. En de dag erop doe je het nog een keer. Dus dat is het idee. Ja, wat een logistieke planning. Ja, maar dat is net als ook thuisbezorging van wat e-commerce bedrijven doen. En, alleen wij bezorgen het in een koelkast. Ja, want hoe het eruit ziet, het is inderdaad een soort snoepautomaat, maar dan een gezond automaat. En dat automaat is een koelkast, die houdt het koel. Inderdaad, heb jij een plaatje ervan, Richard? Hartstikke idee, ik heb alles bij me. Even kijken, wat is hier dan? Ja, wat je ziet is eigenlijk aan de linkerkant zie je de producten. Daar houden mensen ook van. We merken heel erg dat mensen willen met hun ogen. Moet je al zien dat het lekker is. Hè? Dus je moet zien, zit er zalm op of kaas of is het volkoren. Nou, je kan die producten zien. Mm-hmm. Zit er een groot scherm naast. Wat eigenlijk net zo werkt als de McDonald's. Je kan er doorheen scrollen. Je kan erop doorklikken. Nee. En dan krijg je alle voedingswaardes of alle gene informatie die je zou willen hebben. Je drukt erop, houdt je pasje er tegen. Gaat een liftje omhoog omlaag en het product komt eruit. Ja. Dus het idee is dat je in 10 seconden klaar kan zijn. Ja, want iedereen heeft natuurlijk haast tegenwoordig en wil wel lekker gezond kunnen eten. Ja, en dat is denk ik dit concept. De meeste bedrijven hebben gewoon een bedrijfsrestaurant. Mm-hmm. En aanvullend daarop kiezen ze voor dit soort oplossingen om snel en gemakkelijk. Ja, want het is makkelijk. Het is niet zo dat ik er een sinaasappel uithaal die ik zelf nog helemaal moet zitten pellen of schillen. Ja, dat is echt, ik had wel zelf een sinaasappel pellen. Ja, maar... lijk ik wel heel erg lui, maar dat is wel het bezwaar. Nou, als je een appel, heb vaak een appel mee, die moet je toch op de een of andere manier schoonmaken. Of nou, een appel eet je nog wel met schil. Maar... Ja. Nou, wij zien wel als de sport om goed te snappen van wat is er op deze plek nodig aan assortiment. En dat verschilt nogal. Okay. Dus ook vers fruit zou je kunnen doen. Wij merken dat op de meeste plekken bepaalde assortimenten wel heel hard lopen. Dus dan heb je het vaak op typisch dat grab-and-go assortiment, zoals sandwiches, wraps, maar ook voor pokeballs. Ja. Je hebt het naast je staan, kan je even... Ja, een paar voorbeeldjes. Heel goed, kun je een paar dingen voor je... Nou, als je nou gewoon voor je shirt omhoog gaat, dan zien we het goed. Een fruitsalade. Oh, superlekker. En allemaal al geschild en gedaan. Kijk, dat bedoelde ik. Dit is ook leuk. We proberen ook zo weinig mogelijk plastic te gebruiken. Deze kun je openvouwen, wordt het een bordje. En dan zit er een garnalensalade in. Hier bij me, volgens mij. Dit is weer iets anders, geloof ik, hè, wat ik hier... Moet ik hem even in beeld zetten, ja. Ja, nou, daar zie je ook het voorbeeld. Leuk. Ja, dat is echt wat mensen makkelijk vinden. Want je kan hem dan ook meenemen, kun je hem buiten in het park nog opeten. Wraps zijn mensen altijd fan van. Ja. Dit zijn smoothies. Maar ook bijvoorbeeld, dat merk ik bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Mensen werken daar 's nachts. Ja. Die willen ook heel graag warme dingen. Er zitten ook soepen, dat soort producten in. Mm-hmm. Maar die moeten dan even ergens opwarmen. En die worden dan opgewarmd. Ja, er staan heel veel magnetrons en zo. Toetjes. En zo veren we mee met wat mensen willen. En ook de seizoenen. Want daar zei je bent 4 jaar geleden begonnen. Dat was een beetje aan het begin van de corona. Timing was briljant. Een briljante timing, ja. Maar de onderliggende trend. Nou, er zijn gewoon steeds meer mensen die gezond willen eten. Mm-hmm. Die trend is al jaren aan de gang. Er zijn ook steeds meer mensen die gevoelig zijn voor gemak en vinden dat ze het heel druk hebben, dus dat snelheid belangrijk is. Die trend is ook al jaren bezig. Mm-hmm. En eigenlijk merkten wij dat corona ons was bijna een soort zetje in de rug. Want bijvoorbeeld het ziekenhuis noemde ik als een voorbeeld. Ja. Ja. Die wilden heel graag investeren in hun eigen mensen, om ze goed toegang te geven tot goede voeding. Dus we staan, ongeveer een derde van de Nederlandse ziekenhuizen staan we inmiddels. En dat gaat hartstikke goed. En dan doen jullie dat natuurlijk sinds een paar jaar. Merk je dan langzamerhand dat er veel concurrentie bij komt? Of is het zo lastig te realiseren dat de hele grote machine, zou ik maar zeggen, van bevoorrading? Heel beperkt nog, heel beperkt. Als je het vergelijkt met het buitenland, en vooral dit soort technologie komt heel erg uit Azië. En in de VS heb je een paar partijen die daar heel groot in zijn. In Nederland en eigenlijk de meeste Europese landen staat dit nog in de kinderschoenen. En wordt de markt gewoon gedomineerd door
snoep- en frisdrankautomaten. Ja. Voor jullie begrip staan iets in Nederland ongeveer 250.000 snoep- en frisdrankautomaten. Ja. Dat is gewoon... Maar ik heb me altijd over verbaasd. Want al rijd je door het Westland, waar alle kassen zijn met fruit en groenten. Je stopt 's avonds ergens. Er is nergens iets gezonds te krijgen. Je bent veroordeeld tot de Snicker of de Mars, inderdaad. Nou ja, dat is de rol die wij nu moeten spelen, is het heel erg laten zien. Dus daarom vind ik het ook super dat we het hier mogen laten zien. Ja. We komen heel vaak bij bedrijven die het gewoon niet eens weten dat dit kan, tot deze oplossingen bestaan. En dan gaan de ogen open van, oh, dit kan dus ook. Want het is voor bedrijven niet lastig. Jullie komen het bijvullen, jullie regelen het staat er. En, ja, dus ook alleen stopcontact. Dat is het enigste. Want huren zij ook de machine, zou ik maar zeggen, waar het in zit? Nou, het commerciële model verschilt een beetje. Ja. Dus om je een idee te geven, het grootste bedrijf waar we staan is ASML. En daar lopen zoveel mensen... Ja. Dan is hij eigenlijk elke dag leeg. Dat kost niks. Ja. En het kleinste bedrijf waar wij staan, dat is een bedrijf in Nijmegen, daar werken 70 mensen. Mm-hmm. Dan vragen wij een service. Ja, ja. Dus dat is een soort staffel. Die delen we met... Dat snapt iedereen, ja. Ja, hoe groter, hoe makkelijker. En dat is ook zoeken met elkaar. Ja, tuurlijk. Geweldig hoor, ik vind het een geweldige oplossing. Ja. Even terug naar de ondernemer. Je bent 4 jaar geleden begonnen, niet in de beste tijd, maar dat kon je ook niet van tevoren weten. Dus dat is een extra uitdaging geweest. Waar kwam je vandaan? Hoe is het idee tot stand gekomen? Wat bracht je ertoe om hiermee... Oh ja, ik heb meerdere bedrijven in het verleden opgezet. Ik heb eerst 10 jaar bij Unilever gewerkt en toen wilde ik echt voor mezelf beginnen. Ik geloof echt in goede voeding, totdat relevant is, totdat beter beschikbaar zou moeten worden. Dus in de loop van de tijd heb ik... Ik ben ook een van de oprichters van Crisp. Dat is een online thuisbezorging. En daarvoor heb ik een groothandel in dit soort producten opgezet. Ja, dus de basisvaardigheden van welke verpakking ga ik kiezen, welke routes ga ik inderdaad... Dat zat allemaal in je hoofd. Ja, en we hebben met z'n tweeën dat opgericht. En heel erg gekeken van hoe kun je dit model nou relevant maken voor... Ja. Locaties, wat zou je moeten doen in een hotel, wat zou je moeten doen in een bedrijf, wat doe je in een fabriek en hoe kun je dat nou duurzaam opzetten. Ja, en wij geloven er gewoon in dat als je de film nog een paar jaar verder afdraait, dat dit heel normaal gaat worden. Ja. Uiteindelijk zijn die smartfridges een heel goedkoop model om distributie mee te organiseren. Ja. En, ik zou het gewoon wel thuis willen hebben. Dan komen mijn pubers thuis van de die komen thuis van de eindexamen. Hebben ze toets gehad, dus moet het toch lukken. Dan moet er een tosti en dan moet er gebakken ei. En dat is hartstikke makkelijk. Dat denken we dus ook een paar. Wij zien ook vaak, en dat is wel leuk, dat hadden we zelf van tevoren niet verwacht. Dat aan het eind van de dag zie je soms een bepaalde plek een piek met het gebruik. Want er zijn mensen die naar huis gaan. Ja, ja. En dan ik vind het makkelijk om het mee te nemen. Maar daar kom je al doende pas achter. Ja, geweldig. De basis blijft dat het gewoon de toegang tot goed eten wil organiseren. Ja. Ja. Geweldig. Wat is de grootste hobbel die je bent tegengekomen? Ik verbaas me soms over hoe lang sommige beslissingstrajecten kunnen lopen. Dan, als ondernemer ben je gewend van op een gegeven moment ga je door en pak je door. Maar is dat wel aan de verkopende kant of bij de toeleveranciers? Nee, vooral aan de verkopende kant. Als jij bijvoorbeeld een stadhuis, een willekeurig stadhuis ziet in Nederland en dus het moment van accepteren, dit is een goed idee, en het uiteindelijk uitvoeren. Dan noem je wel een flauw. Dus daar hebben wij wel aan moeten wennen. Tot soms besluitvorming vrij langzaam kan gaan. Ja. En tot dit ook een branche is waar soms hele lange contracten onder liggen. Ja, ja. Ja, dan moet je ook het, en wij willen natuurlijk op die beste plek staan. Ja. Dus het moet iets aan de kant. Ja. Dat kan, dat kan soms wel een jaar duren. Dus dan moeten we gewoon soms even, wachten. Even slikken en dan pas op de plaatsen. Maar scholen zullen het ook wel heel leuk vinden. Ja, zijn we dit jaar ook begonnen. Mm-hmm. Ja, zou ik echt de hoofdprijs vinden als we dat daar fixen. Want daar heb je echt wat te winnen met de jeugd. Ja. Ja. Dus we zijn dit jaar bij de eerste scholen begonnen. Mm-hmm. Moet je wel weer het assortiment een beetje aanpassen. Ja, toen moet het een flesje uitzien of... en de portiegrootte. Maar dat geeft ook allemaal niet. Veel toetjes, gok ik. Ja. Ja. Maar als het overal concept maar overeind blijft... dat er heel veel vers, heel veel groente en fruit in zit... dan doen we dat. Maar daar zijn we dit jaar ook begonnen, Mooi, want dan eventjes inderdaad... Richard zei het even kort naar de leverancierskant. Je hebt fruit hiervoor nodig, je hebt hier... broodjes voor nodig, smoothies, et cetera. Ja.
Hoe kan je daar iets over vertellen, hoe dat in zijn werk gaat? Ja, had je al die contacten al van de Unilever? Daar hebben we gewoon heel planmatig proberen te doen. Wij hebben echt als een start-up dat georganiseerd. We hebben fridges live gezet en opgehaald bij mensen van wat voor soort assortiment zou je nou interessant vinden. Ja. En wij kwamen heel snel tot de vaststelling, het moet gewoon restaurantkwaliteit producten zijn. Supervers, niet een tankstation kwaliteit. Het moet gewoon echt goed lekker zijn. Het moet net zo lekker zijn als wat je hier in de pauze krijgt. En wat we hebben ik kijk nu even naar Kenny hoor, want dat is... Ja. En wat wij dus gedaan hebben is een productie daarvoor opgezet, samen met een groentesnijderij. Okay. Waar wij dus elke avond en elke middag dit soort producten snijden, assembleren, maken, die binnen een etmaal in de fridge ter consumptie aangeboden worden. Mm-hmm. Okay. Dat is wat we hebben georganiseerd. En daar omheen zit dan een schil met toeleveranciers. Van de bakker die een bepaalde brood voor ons maakt. De zuivel, de soepmaker, die hier trouwens in de buurt zit in IJmuiden. We zoeken gewoon het beste product. Geweldig. En hoe schaalbaar is dit, denk je, als je naar het buitenland bijvoorbeeld kijkt? Want je zit met je bevoorrading natuurlijk, dus je moet het zo lokaal mogelijk doen, maar dat kan je wel op een bepaalde manier doorkopiëren? Nou, je ziet in het buitenland zie je echt al ketens van duizenden van dit soort automaten staan. Ja. En op een bepaalde schaal wordt het ook steeds relevanter, omdat je dan die productie ook stabieler kan. Ja. Hebben jullie dit al op stations of in treinen? Oh ja. Zijn we nog niet mee begonnen? Okay. Nee, we proberen heel erg stap voor stap te denken. Maar stations is denk ik super interessant. Moet je misschien wat meer met vandalisme-achtige dingen rekening houden. Maar zijn we nog niet klaar. Ik zie ervoor me te zien. Lijkt mij als ik inderdaad in de trein stap dat je daar even vliegvelden. In het buitenland zie je ze ook wel eens bij tankstations. Ja. Parkeergarages. Eigenlijk overal waar mensen zijn en onderweg zijn. Daar zou de match zou moeten zijn. Nee, want ik kan zelfs in Amerika, daar heb je motels natuurlijk waar bijna helemaal geen personeel meer rondloopt. Maar daar wil je dit soort dingen juist heel graag hebben. Nou, dat is dus, zie je ook een trend in de markt. Is, personeel steeds moeilijker beschikbaar tot cateraars. Bepaalde locaties afschalen of afstoten. Ja. En tot dan ook steeds meer naar dit soort smart fridges gekeken wordt als een soort vervanging daarvan. Ontzettend leuk hoor. Ja. En eventjes nog voor de komende jaren, wat is nu je doel? We proberen heel gestaag per kanaal dit uit te bouwen. Ja. Landelijke dekking, want we zitten inderdaad nog niet in heel Nederland. Randstad, Gelderland, Brabant, Limburg, die vlek doen we nu. Dus we bouwen het nu uit naar de rest van Nederland. Mensen in Friesland, kom op, eventjes. dan verzamelen wij een stuk of 10 bij elkaar en dan beginnen we. Anders maak je het logistiek gewoon onmogelijk. Ja. We rollen dit uit. Ne? En we denken tot dat. Maar als mensen nu, wij spreken in Friesland, kijken naar, ik zou dat wel graag willen, kunnen ze zich al wel melden bij jou? Ja, dat is alleen maar fijn. En waar doen ze dat? Bijvoorbeeld onze website, healthfridge.nl. En daar, laat ik die nou toevallig hier in beeld hebben. Ja, heb je die bij de hand? Ja, dat is wat we doen. En we komen graag in contact. En we bouwen gewoon gestaag verder. Elke week zitten er een paar bij. Super. Nou, ontzettend leuk. Ja, ik ben heel benieuwd wanneer ik die eerste live tegenkom in mijn... Ja, we gaan opletten. Ik ga ontzettend misschien wel tegenkomen. Ik ga sowieso straks even proeven. Dat ga ik straks zeker doen. Hartstikke leuk. Nee, absoluut. En wat is er een locatiekaart, zeg maar, dat je kan zien waar die healthy fridges in de buurt zijn? Nou, die hebben we nog niet op de website staan, maar dat is eigenlijk wel een goed idee. Als je het zo zegt. Ja, dus ik kan hem je wel mailen. Want je rijdt er graag voor om, denk ik. Dat is wel zo. Soms heb je... Leuk. Dat is een goed idee om mee te nemen. Een kaart waar ze allemaal staan. Heel veel succes. We komen zo direct even proeven of het echt zo goed is als het eruit ziet. Het ziet er wel heerlijk uit. Hey, ontzettend bedankt voor je komst en heel veel succes. Dankjewel. Ik vind het serieus zo'n kaart om te zien. Ik zou inderdaad wel een stukje, niet 3 uur voor omrijden, maar als je inderdaad op weg naar huis bent, dan denk ik, als ik hier even langs ga, dan staat zo'n apparaat. Sterker nog, ik ben op Google Maps mijn route aan het plannen.
En dan wil ik weten, is er een bepaalde supermarkt in de buurt of zijn er andere dingen georganiseerd? En dus ook dit soort zaken. Maar goed, ontzettend leuk. Nou, leuk om te horen inderdaad over hoe je dat opzet. En inderdaad goed om te horen dat iemand dan al uit die branche komt. Want ik heb soms zelfs een ondernemers idee van, hoe doe je dat inderdaad? Waar begin je? Dat hebben we ook bij de volgende gast. Zeker. Hoe kom je daarop? Want aan tafel aangeschoven zijn Richard Kuipers en Arjan van den Broek. Ja. Welkom. En jullie hebben... Even voor de kijkers thuis. Ja. Dit is dus Richard. Ja, heel goed. En dit... Dit zijn wij. Ja, heel goed Richard, bijna goed. Dit is Arjan. Ja, maar jullie zijn niet alleen, dat is wel duidelijk. Nee, we hebben wat familie meegenomen. Vertel. Wat schattig. Dit zijn onze kindjes. Nee, zo erg is het nog niet. Maar dit zijn robotpoppen. Het jongetje en het meisje. Die we dus hebben ontwikkeld voor de zorg. Oké. Okay. En daar staat er daar rechts nog eentje. Ja, dat is Robot Maatje. En daarmee zijn we begonnen. Mm-hmm. En die is ook bedoeld voor dagstructuur. Want dat is een harde pop, noem ik het maar. Hè? Ja, een harde robot. Klopt, ja. Okay. Hij heeft wel een jasje aan, terwijl het warm is. Daar, hij snapt het nog niet helemaal. Maar als het weer buiten is. Nee, maar jullie zijn van Smart Robot Solutions. En jullie maken dan inderdaad robots voor de zorg, om te ondersteunen in de zorg. Ja. Dat klopt. Ik begin even met jou, Richard, want jij bent meer de techniekkant, zal ik maar zeggen. En jij, Arjan, jij bent met onderwijs heel erg bezig om het te introduceren bij mensen die in de zorg werken. Ja, ik wil straks ook horen wat voor contact je allemaal met het ministerie hebt. Ja, daar gaan we straks ook allemaal luisteren. Maar ik begin heel eventjes dan met de technische kant. Hoe kom je erbij om een robotpop te gaan ontwikkelen? Ja, dus vooral, we worden wel vanuit de markt gestuurd. Dus we kijken waar is de behoefte aan. Hè? Vooral in de zorg. Er is natuurlijk heel weinig verpleging. Ook in de toekomst zijn de cijfers eigenlijk heel slecht. Hoeveel mensen in de zorg gaan werken en hoeveel we er eigenlijk nodig hebben. Dus je moet wel gaan denken in technologie om aan die vraag te kunnen voldoen. Dus wij zijn eerst begonnen met dat kleine poppetje. Dat is dus Maatje voor dagstructuur. En die zegt dus, hallo, hè, het is tijd om je medicijnen te nemen. Het is tijd om te drinken. Allemaal gewoon meldingen, maar ook dat je mee kunt praten en hoe voel je je. En wat wij zagen is, vooral bij de ziekte dementie, is dat je teruggaat naar vroeger. En dan zie je dat er bestaan al katten en honden in de markt, wie je kunt knuffelen, dat die geborgenheid heel belangrijk is. En ja, je weet nooit hoe een presentatie gaat, want ze doen allemaal hun eigen ding. En dan krijgen ze vanavond de straf. Wat is de beste straf van een robot, denk je? Elektriciteit eraf. Ja, precies. Ja. Geen stroom. Dus als ze ons nu een beetje hier verschut zetten, dan hebben ze het vanavond heel zwaar. Ja. Hij stopt wel. Hij heeft zin om te dansen. Ja. Dus laat hem maar even doorgaan. Anders tik maar even op zijn hoofdje, dan stopt hij vanzelf wel. Nee, het is zodoende. Toen hebben we gekeken van, nou, hè, wat... Als je kijkt naar vroeger, poppen en het vasthouden en ermee knuffelen, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar laat staan, als we daar dan ook nog menselijke aspecten in kunnen brengen, dat die pop ook met je gaat praten en dat die ook echt een hart heeft. Ja. En dat die ook voelt of jij stress hebt. Dan denken we, ja, dat zou een hele mooie toevoeging zijn. Ja. En zodoende zijn we... Ja, want Maatje is heel lekker aan het dansen, maar daar zijn jullie ooit mee begonnen. Ja. Die heeft ook echt ogen die contact maken met hartjes erin of nu gewoon twee pupillen. Want dat was 2019 ongeveer, toch? Ja, toen zijn we daarmee begonnen. Kijk, hij is nu klaar. Hij maakte netjes een buiging. Heel goed. Kijk eens, ik heb het goed gedaan. En die kan dus ook al begeleiden en dingen vragen, maar die was eigenlijk niet knuffelbaar genoeg. Nee, niet knuffelbaar. We hebben er zo'n 1000 in de markt, van de TBS-kliniek tot en met autisme, dementie, diabetes, noem maar op. En het leuke is eigenlijk, om misschien even vooraf aan de basis van robots, is dat eigenlijk is het een telefoon met een leuk omhulsel eromheen. Mm-hmm. Hè? Maar doordat het een poppetje is, krijg je daar gevoel voor. Ja. En als je voor iets gevoel krijgt, dan ga je nog beter luisteren als hij zegt, je moet even wat water drinken. En daarna zal ik voor jou dan gaan opdrukken als je dat hebt gedaan. Ja. En zo creëer je een band. En daarom hebben wij ook al die kleertjes om er een band mee te creëren. Ja. En van daaruit zijn we dus nu verder gegaan naar poppen, omdat die nog meer kunnen. We kunnen dan meerdere elementen eraan toevoegen, van knetterpapier bijvoorbeeld, voelkussen, hart. En dan denken wij vooral van de markt dementie en verstandig gehandicapten, dat wel een enorm aanvoelt. Ja, want die hadden vroeger voor mijn naam, die hadden sowieso al zachtere poppen in het algemeen, want passieve poppen. Ja. En daar past dit dus heel erg mooi bij. Ja, ja, het is eigenlijk een robotpop, want hij zit vol met hardware. Maar hij is totaal anders dan die kleine. Die kleine pop die kan zelf bewegen en...
En dat doet deze poppen niet. De oogjes zijn minder actief. Maar dat is ook het mooie, dat je dus een stukje fantasie gaat gebruiken van jezelf. Van hoe jij wil dat die pop zich gedraagt. Dat deed je vroeger als kind ook. Ja. Dat, soms was de pop stout en dan was hij lief en dan was hij... en bij zo'n robot, daar kun je weinig mee. Hij doet gewoon zijn programma. Maar hiermee kun je dus zelf bewegen en doen spelen. Ja. En dan geef je een eigen invulling eraan. Maar qua hardware zit hier nog meer in dan in dat robotje. Want omdat hij weet bijvoorbeeld of je wel beneden bent gekomen. Hij weet of je stress hebt. Dan voelt hij met stresssensoren. Ja, ja. Dus hij ziet eruit als een pop. Maar ondertussen is het een hele geavanceerde robotpop. Geweldig. En je hebt bij dat kleintje, weet ik, heb je een app. En dan kan je hem min of meer programmeren. Van zeg 's morgens goedemorgen, vragen of iemand zich leuk voelt. Of dat hij wat oefeningen doet voor de gymnastiek. Dat kan met deze poppen ook. Ja. Ja, en wij noemen dat dan vullen, want het grootste obstakel wel zien wij in de zorg. Als wij aan een zorgpersoneelslid of aan een mantelzorger moeten gaan vragen, wil je die robot gaan programmeren? Iedereen schrikt. En dan, programmeren, dat is dat. En dan zeggen ze, ik heb die tijd niet. Ja. Dus wij hebben al iets gebouwd dat je het alleen hoeft te vullen. We geven ook maar een half uur training en als het goed is, snapt iedereen het. En datzelfde geldt met die pop, die vul je dus op afstand als mantelzorger. En dan zal die bijvoorbeeld morgen vroeg om 8 uur zeggen, hallo, tijd om op te staan. Ja. Hoe voelt u zich vandaag? Voelt u zich goed of slecht? En dan kan de mantelzorger of de familielid op afstand kunnen ze dan zien hoe het met de cliënt gaat. Ja. En worden dit soort poppen bijvoorbeeld ook gebruikt om mensen aan medicijnen te laten denken of zo? Of ook. Het is tijd voor medicijnen. Alleen wat altijd wel heel spannend niet, maar dan zou hij ook kunnen vragen, heeft u de medicijnen genomen? Ja of nee? Alleen dat is altijd heel moeilijk, want de cliënt kan zeggen ja, terwijl die het niet heeft gedaan. Ja. Maar dat soort herinneringen... Want jullie hebben met opzet geen camera erin zitten, hè? Nee, dat klopt. In het kader van de privacywet, dat kleintje heeft het wel, maar dat gebruiken wij voor spelletjes. Maar niet om iemand te filmen, want dan kom je in het kader van de privacywet. Want het is toch wel, ik kan op mijn telefoon zien wanneer mijn moeder of mijn vader of mijn oud-tante of wie dan ook is opgestaan. Of inderdaad medicijnen aangeboden heeft gekregen. Dat kun je allemaal op afstand volgen. Ja. Ja, inderdaad, tot daarin toe met camera zouden we misschien alleen weer... camera, dan zien we, maar dat doen we nu niet. Misschien later wel. Het zou kunnen, maar dat is allemaal met toestemmingen. Ja. Dan krijg je heel veel vragen. En het is al heel lastig om een robot te introduceren, ook vaak bij een cliënt. Laat staan als er opeens een robot in jouw stoel zit met een mega camera. Een cliënt gaat zich dan niet. Dus je moet al langzaam gewoon eerst beginnen. Ja. Om ervoor te zorgen dat dit soort technologie wordt geadopteerd in de zorg. Want dat is nog Dat is het meest belangrijke. Want dan komen we ook even bij Arjan. Arjan, het is ook heel belangrijk dat er mee gewerkt gaat worden door de mensen in de omgeving van voor degene die de pop, voor wie de pop bedoeld is. Want die kan hem zelf wel in zijn oor knijpen of in zijn hand vasthouden. Maar het vullen, het programmeren, het opdrachten geven, dat moet door de omgeving gebeuren. Ja, vaak wel door de mantelzorgers in dit geval. Okay. Ja. Oké, door de mantelzorgers. En, maar jij geeft college en lessen aan mensen in de zorg en dan neem je die poppen mee. Ja, ik geef les op het MBO, zorgcollege in Rotterdam. En daar laten we alle robotica zien. We proberen ook te laten zien hoe laagdrempelig robotica is. Hè. Dat is natuurlijk al een weg geweest vanaf 2016. Maar we zien echt de laatste jaren dat het makkelijker is om ze te bedienen. Makkelijker is om er ook instructies, dus begeleiding en andere instructies in te zetten. En dan is de adoptiekant veel makkelijker. Ja. En we zien ze ook veel meer terug in de zorg. De robotpoes werden al genoemd. Robotmaatjes zien we vaker terug. En er is wel, zou ik maar zeggen, dit is echt wel koude technologie, wordt vaak genoemd. Ten onrechte, moet ik eerlijk zeggen. Vandaar de kledinglijn. En er is nu echt wel een stap nodig om daar naar warme robotica en zorg te gaan. Ja, maar mensen vinden het koud. Hè? Ik hoor het zelf bij mijn verhalen. Ook als ik over robotica en de zorg, is toch gelijk van overigens dan de menselijke maat en wat de armoede. Ja. En mensen vooral krijgen geen echte aandacht meer. Mooie discussie wat echte aandacht is. Ja. Want zo'n pop kan je best wel persoonlijk begeleiden en dingen onthouden van jou. Ja. En het is wel als de studenten en de organisatie daadwerkelijk in werking zien, dan denken ze, nu heb ik er opeens een heel ander beeld bij. Nu zie ik ook de meerwaarde van dit soort producten. Ja. En zien we niet dat het een vervanging is van een zorg, maar gewoon een aanvulling is binnen die zorg. Ja, het is echt een aanvulling inderdaad. En het is belangrijk dat mensen ermee kunnen werken, want als je natuurlijk die pop krijgt of die robot krijgt, dat maatje krijgt, dan verdwijnt hij heel gauw in de hoek als je niet weet hoe die bediend moet worden.
Dus je moet een soort instructies geven en mensen moeten er dan mee vertrouwd zijn. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat de jeugd waarmee jij dan werkt, die is al steeds meer en meer, denk ik, vertrouwd met... In de afgelopen jaren zie je echt wel eens een digitaal vaardiger zijn en veel vaardiger zijn in het toepassen van alle vormen van technologie binnen de zorg. Ze zijn het meer gewend. Ja, gaan er beter mee. En dat helpt. Ik krijg wel eens grappige reacties van leerlingen, dat je denkt, oh, kom je hier nou weer... Het zijn voornamelijk wel zaken, zou ik maar zeggen, die ze, het grappige is dan het woord niet, dat ze zien dat sommige dingen juist heel goed toepasbaar zijn, denk maar aan de robotpoezen, maar dat zij s'nachts enorm schrikken als die poezen natuurlijk actief zijn, opeens zelf gaan reageren en daar schrikken ze midden in de nacht van. En net als een robotmaatje af en toe een eigen willetje heeft, we hebben het gezien, kunnen de andere robotica-producten dat ook. Ja, je kan hem op afstand vullen, dus je kan hem inderdaad... Ja. Iemand die je niet zo aardig vindt in de kamer zetten om 2 uur s'nachts... Ja. Kom worden, laat hem even of zo. En hondjes laten blaffen en poesjes laten meer houden. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen, maar dat kan wel. En bij het ministerie ben je er ook mee aan de slag gegaan? Ja, ik doe een aantal werkzaamheden voor Smart Robot Solutions vanaf 2019 al. Onder andere robotmaatje. Het ministerie van Justitie en Veiligheid die vroeg, kan een robot ook agressie verminderen in de gevangenis? Toen moest ik eigenlijk lachen, want ik denk, zo'n klein poppetje. Ja. Hoe gaan we dat dan zien? Ja. Toen ben ik een aantal keren in het Slotervaart in het Pieterbaan Centrum geweest in Almere. Daar heb ik met jongeren gewerkt met autisme en een verstandelijke beperking. En daadwerkelijk zag ik iedere avond dat daar agressie was. Mm-hmm. En toen we deze robotmaatjes uitdeelden en we de spanning gingen meten, zagen we ook op welke momenten die spanning ging bouwen. En konden we dus qua behandeling, maar ook qua toepassing, konden we deze robots goed gebruiken. Dus dan zag maar je dat, in dat soort omgeving ga je me niet vertellen dat jullie ook allemaal camera's in die poppen verwerkt hebben? Nee, het ministerie van Justitie en Veiligheid, camera's en een van origine een Chinese robot, dat ging natuurlijk niet samen. Camera's zijn eruit gehaald, niet werkzaam meer. Ja. Het werd al eigenlijk snel omarmd omdat de agressie enorm teruggedrongen werd. Ja. We hebben daar in 2020 ook de Held Valley Britsprijs mee gewonnen samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wauw, gefeliciteerd. Ja, dat is een mooie bestaan. Waarom? Want ik kan me voorstellen, als ik een agressief jongen ben en ik krijg zo'n pop, het eerste wat ik doe is opslaan of een arm afbreken of zo. Nou, was het eerste wat het ministerie ook zei. Wat doen we als het gesloopt wordt? Want alles wordt gesloopt door de jongeren. Ja. Ja. Ik weet uit de ervaring, gewoon vanuit het onderwijskant, dat jongeren met autisme, waar we voornamelijk hadden in de gevangenis, als ze trots zijn op iets wat ze hebben, maken ze het niet stuk. Ze maken eigenlijk liever iets stuk van de ander dan iets waar ze zelf trots op zijn. Okay. En er is ook nog nooit een robot daar gesloopt. Oké, dat vind ik ook al een heel mooie uitkomst inderdaad. Zag je dat ze zich eraan gingen hechten ook? Ja, letterlijk. We hadden een jongen die helemaal voetbalfan was van Barcelona. En van Messi toen hij daar voetbalde. En hij noemde hem ook Messi. Het was een pijler, dus hij moest er ook eigenlijk afstand van doen. En na een verloop van tijd had er wel heel veel moeite mee. Dat kan ik me wel heel erg voorstellen. Dat moet, en dan moeten ze echt weer inleveren, toch? Gezien de pijler toen de tijd moesten ze hem inleveren, ja. Ja, dat klopt. Dat is wel heel sneu inderdaad. Dat vind ik wel zielig. Maar het is inderdaad, als je zo naar hem kijkt, je denkt, je kan je niet hechten aan zo'n robot. Maar ik weet van andere robotprojecten ook, mensen gaan dat toch doen. Ja. En je krijgt toch een soort band of zo. En helemaal met zo'n zachte pop, denk ik. Want dan gaan we nog weer eventjes terug naar jou. Je hebt allerlei robots thuis. Hè? Je hebt een heleboel robots. Ja, ik heb meer dan 2000. Wow. Ik verzamel ze ook. Zijn er wat dingen thuis die je zelf doet? Of laat je alles door? Nee. Het is wel, mijn dochters vinden het dan wel cool als een sfeerrobot thuis rondrijdt en chips komt brengen. Op zaterdagavond voor TikTok en Insta. Ja. Voor de rest mogen ze niet zoveel thuis. Die tijd is voorbij. Dus staan ze in een showroom. Waarbij ik dan ook heel veel speelgoedrobots heb van vroeger. Kunnen mensen komen kijken bij die showroom? Of is dat moet wel op afspraak. Dat moet wel op afspraak. Vast nog wel van die blikken, ouderwetse robots. Ja, die heb ik dus heel veel. En het leuke is dat je daarin ook heel mooi ziet hoe mensen over robots dachten. Dus in 1950 hadden die blikken robots allemaal een maanpakje aan. We dachten, robots zijn goed voor de maan. In 1970 kregen ze een bouwhelmpje op. We dachten, robots zijn heel goed voor zware dingen te doen.
1980, 1990, allemaal machinegeweren en raketten. Hè. Dat was het allemaal schieten. Dat zegt wel iets over de generatie. Ja, nee, en dat wordt ook heel erg ondersteund door Hollywoodfilms. Hè, want toen kreeg je Wall-E en zo, ja, dat soort films. Ja. Dus toen zagen we dat robots heel lief werden. En toen zag je ook dat speelgoedfabrikanten hele lieve robots gingen maken. En dan zie je dus heel mooi ook hoe wij denken over robots. En nu zie je ook heel veel schattige robots. Ja. Omdat we denken, ja, zo'n ding wil ik ook thuis. Ja, ja. Geweldig. En dan, want zo'n pop wil ik ook thuis, maar dan krijg je dat in de zorg. Het is een pop van stof. Hoe gaat dat met hygiëne? Want dat ligt bij een senior of bij een kind in bed. Er zijn ongelukjes. Eten of vooral drinken. In onze doelgroep van dementie zul je zien dat je hier een band mee krijgt. Dus dan wil je hem ook gaan eten geven. Bewust hebben we ook de mond dichtgemaakt, want dan lok je het juist uit als je een open mondje doet. Ja. Dat ze met stroop, met yoghurt, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Maar wij bieden een service, een wasservice aan, waarbij wij dat schoonmaken of misschien wel omwisselen. Dat zit straks allemaal gewoon in het abonnement. Want dat moet wel. Pak je gewoon de hardware eruit en doe je in de andere wilsel. Of we geven gewoon een compleet nieuwe pop en dan wisselen we dat gewoon om. Daar is gewoon een hele service voor opgezet, omdat wij zien dat mensen daar gevoel voor krijgen dat ze ook niet te lang kan zo'n pop wegblijven. We moeten gewoon binnen een dag bijvoorbeeld kunnen wisselen. En dat ze gewoon het gevoel hebben alsof van deze popje pop weer, Weer is. Ja. En dan zie ik bij jou allemaal plakkers erop zitten. Je zei al, je doet heel veel in samenspraak met de markt, met de cliënten, met de mantelzorgers of verplegende mensen eromheen inderdaad. Bijvoorbeeld een Rood Kruis en zo. Hoe gaat die ontwikkeling? Kan je daar iets over vertellen? Hoe je daar dus dan deze pop dat bepaalt? Vol met sensoren, zou je niet zeggen. Dus hij heeft hier een leider, dan weet hij of jij bent opgestaan of je wel beneden. Een beetje radarachtig. Die zit erin, er zit dus een hart in, hij klopt. En je hebt dus je voelt die hartslag, ik had hem er net op mijn arm. Ja, je voelt hem. Je baby'tje en dan krijgt hij ook ademhaling als hij ligt, want hij heeft ook een meter in zich, net zoals een telefoon, dan weet hij dat hij ligt. En dan gaat hij ook ademen heel zwaar of heel licht, zodat je rustig wordt. En dan hebben we gewoon, dit zit nog prototype, maar dan hebben we dus knopjes. En dan zeg je, nou, ik wil muziek luisteren. We gaan samen muziek luisteren. Zie je, daar gaat hij. Ik zal even dicht bij die microfoon houden. Gezellig. Ja, dit is niet voor jullie doelgroep, dit is dus voor de doelgroep van wat oudere mensen. En dan druk je dus op een rood kruis. Als je zegt, ik wil bijvoorbeeld stoppen. Maar ik wil bijvoorbeeld stress meten of bewegingsoefen of een verhaaltje luisteren. En dan kun je dus op die knopjes drukken van, nou ja, ik wil nu iets anders. Daar gaat hij, bijvoorbeeld deze. Even kijken welke we zullen doen. Pak even een ander nummer bijvoorbeeld. Druk op mijn oren als je iets wilt. Dus hij zegt ook, als je als persoon niet weet waar je moet klikken, je klikt maar wat, zegt hij ook, druk op mijn oren. Als je bijvoorbeeld een muziekje wil luisteren, druk op mijn roze oor of laten blauwe. Laten we samen een spel gaan spelen. Of een spel spelen en dan kun je met ja, druk nee. Op mijn oren als je iets wilt doen. Kun je dus zo op een hele simpele manier, druk want mensen moeten niet, zeg maar, druk op mijn oren als je iets wilt doen. Ja, we willen nou even helemaal niks. Druk op mijn oren als je iets wil doen. Ja, het is net een echt kind, jongens. Dat is een echt kind. Nu blijft hij doorgaan. Druk op mijn oren. En dit zijn nog prototypes, dus hij blijft nu. Maar je hebt dus inderdaad uitgezocht van een rood kruis. Dat is heel duidelijk van stoppen of niet doen of nee. Ja. En een groen iets, dat zou dan zijn van juist wel doen. Ja, precies. En een rood kruis is het bijvoorbeeld stoppen als je een niet wil doen. Ja. En zo doen we nu allemaal proefondervinding, zeg maar, pilots, om erachter te komen van, nou, tot hoe ver? Want op een gegeven moment weten mensen met dementie dit ook niet meer. Nee. Hè? Maar dan is het gewoon echt een knuffelfunctie. Ja. Dat die interactie heb je niet meer, maar je voelt gewoon een hart en je gaat hem behandelen als een pop van vroeger. En dat je gewoon geborgenheid hebt. Ja. Zo gaat hij gedurende een heel proces van dementie mee. Geweldig. Om ondersteuning te kunnen bieden. Ja. En als je nou dat gaat introduceren bij tehuizen waar inderdaad dementerende bejaarden zitten, waar loop je dan tegenaan? Ja, het lastigste wat wij altijd merken is toch de mens zelf. Oh. De robot kan nog net zo goed zijn, maar als de verpleegkundige of de verzorger er geen heil in ziet en er niet achter staat om er tijd in te gaan stoppen, dan belandt hij gewoon in de kast. Ja, want in het begin kost het misschien een heel klein beetje extra tijd voor het verpleegkundig personeel. Ja. Maar op een gegeven moment is het nou juist andersom natuurlijk. Ja, precies. En vooral met software die ook leert straks hoe iemand graag aangesproken wil worden. Dat de verpleegkundigen dat allemaal niet meer hoeven in te kloppen. Wij noemen dat dan vullen. Dat helpt allemaal. Dus je ziet ook met AI wat eraan gaat komen. Dat dit soort processen, dat ze dan minder tijd
kwijt zijn. Want dat is wel het grootste obstakel. Dus denk ik, oh nee, niet weer iets. Nog weer iets waar ik voor moet zorgen. Dan moet ik naast mijn patiënt ook nog zorgen. En wat wij merken, dat is wel een dingetje. Omdat iedereen weet van, nou, in de zorg hebben we gewoon een uitdaging. Dat heel veel partijen erop zich gaan richten met innovatieve producten. Ja. En dat sommige zorgorganisaties gewoon zeggen, we houden een innovatiestop. We worden helemaal gek van alles, steeds dingen. Nieuwe dingen. En elke keer maar uitproberen, En dan zie je dus ook dat je er ook van moet waken. Dat je niet doorslaat met allemaal nieuwe producten. Want dat is jouw testgroep. Zijn het inderdaad mensen die graag met jou meewerken om te testen, neem ik aan? Ja, dus verschillende zorgpartijen of ziekenhuizen. Of we trekken samen op. Ja. Je moet inderdaad echt wel willen. Je moet wel willen. Ja. En je moet er ook wel wat voor doen. Het is niet zo eenvoudig om te zeggen, hier is de pop en succes. Toen ik mijn eerste baby kreeg, toen had mijn kraamhulp, die had net een Tamagotchi. Toen moest mijn baby gevoed, maar de Tamagotchi ook. En als de Tamagotchi niet zou voeden, ging die dood. Dus die ging voor. De robots hebben wel stroom nodig. Dus dat is het enige hoe je ze moet voeden. Dat valt dan weer mee inderdaad. De mond is verder dicht genaaid. Maar inderdaad, dus die acceptatie bij de verzorgende die hem eigenlijk aan moet bieden. En je kan hem dus op afstand volgen met je telefoon. Kan je dat makkelijk laten zien eventjes? Er is daar een camera op je telefoon hoe die app eruit ziet. En dan vraag ik ondertussen even aan Arjen, want jij werkt natuurlijk ook al heel veel langer met al die robotica, zoals het dan met een mooi woord heet. Hoe vernieuwend is dit? Is hier niet al heel erg veel van? We kennen allemaal de poezen, denk ik wel, bij de zorg. Ja, de robotpoezen en de robothonden van Hasbro, van de spelletjesfabrikant zijn die. Ja, zeer succesvol, kan ik zeggen. Maar ook wel zeer beperkt in de mogelijkheden. Een stoffen robotica product, dat is echt uniek wat hier zit. In 2016 is er al een keer een poging gedaan voor kinderen met autisme, maar eigenlijk tussen 2016 en nu is er niks op de markt geweest. Nee. Is het moeilijk om dat op de markt te introduceren? Dat is natuurlijk een beetje kip-ei-verhaal, zou ik maar zeggen. Richard zei het al, je wordt eigenlijk wel gevoed door vragen vanuit de markt. Ook vragen van mijn studenten, dingen waar ze tegenaan lopen, wat ze graag anders willen zien. En dat is denk ik wel de kracht dat met al die informatie deze robotmaatjepop ontwikkeld is. Ja. Daar zit dan eigenlijk alles in wat op dit moment gevraagd wordt vanuit de zorgorganisaties, vanuit de thuiszorgkant. Ja, en wij doen het nou volledig zelf. Hè, want je zag vroeger dat het allemaal uit China kwam en Japan. En je ziet nu in de zorgtehuizen, ziekenhuizen, dat mensen ook zeggen, ja, maar hoe zit het dan qua veiligheid? En hoe zit het dan qua security en data en noem op? Dus nu hebben wij deze poppen ook gewoon eens made in Holland. Helemaal zelf gemaakt. Om dat soort dingen ook, die drempel te verlagen. Dat je meteen een gevoel hebt van, oh, dan zal het allemaal wel goed geregeld zijn. Maar je verzamelt wel graag de data, neem ik aan. Dat je feedback krijgt hoe het gebruikt wordt. Ja, precies. En hoe vaak wordt die opgepakt? Hè? Hoe vaak een bepaald nummer geluisterd? Hoe vaak ligt die? Hebben jullie al bij de senioren gezegd, nou, dat is echt het favoriete nummer, wat ze altijd willen? Nee, nog niet. Bij Maatje wel. Dat is bijvoorbeeld Zangeres zonder naam of zo. Hè? Dan begint hij in een zorgtehuis op te dansen. En dan doen alle oudjes mee. En dan, dat is wel heel leuk. Ja, super. Maar ik zal we hebben hier de camera voor je, denk ik, kan je het beste gebruiken. Ja. Even zien. Is dat handig, Richard? Of is dat goed? Richard moet wel als een gek schakelen. Overbelicht. Je ziet dus gewoon hele simpele icoontjes. Meldingen, dialogen, dat je met hem kunt praten. Signaleringsplan. Dus dan kun je vragen. Bijvoorbeeld van, hoe voelt u zich vandaag? Stemmen, allemaal hele simpele dingetjes die je gewoon alleen maar hoeft in te vullen. En dan kan je gewoon daar vullen van vragen hoe het gaat. En dat doet hij het al. Want dat is het mooie van deze poppen ook, Maatje. Het zijn allemaal 4G-kaartjes in, dus je kunt ze ook mee naar buiten nemen. Oh, fijn. Want werken jullie samen met KPN of zo? Ja, met KPN-kaartjes zitten allemaal in deze poppen. En dan kun je ze meenemen naar buiten. Want dat is altijd het probleem. Vroeger was altijd wifi. En dan deed die wifi het weer niet goed in een verzorgingstehuis. En dan, dat werkt natuurlijk allemaal via de cloud. En nu kun je ze gewoon meenemen. Ja. Mm-hmm. Want het zijn nu een soort ontwikkelpoppen, zou ik maar zeggen, prototypes. Ja. En dan in juni komen ze, geloof ik, op de markt. Ja, ze zijn, dus al die kijkers die denken, waarom heb ik nog nooit hiervan gehoord? Dat klopt. Ja, dat is echt komen nieuw. Eerst hier, daar ben ik echt blij mee. Dan heb ik een eerste keer op tv. Jongens, dat is leuk. 1 minute of fame.
Hele Hollandse vraag. Ja. Kost het? Oeh, ja. Oh, kost het, ja. Kost het? De investering, hè, ze noemen het altijd. Ja, vind ik heel goed. Bij Maatje is €1490. Mm-hmm. En licentiekosten zijn €390 per jaar. Wij moeten dat ook betalen omdat wij gebruik maken van bijvoorbeeld bepaalde software waar wij ook voor dat moeten inkopen. En deze poppen zullen rond de €1000, €990 Oké, zijn nog goedkoper dan... Ja, ja, ik druk gewoon even op zijn sensor. Ja, nee, heel goed. En goed, even... ook €390 per jaar. Ja. Maar wij verschuiven gemiddeld 2 uur per week met dagstructuur, dat de mantelzorger er niet naartoe hoeft. Goud. En de Belastingdienst die erkent dit soort dagstructuurrobots, dus je krijgt ook een deel terug als zorgkosten. Okay. Dus dan is het rekensommetje best snel gemaakt en... Vroeger was het duizenden euro's, maar wat wij altijd horen is dat het wel meevalt. En vooral als het meteen iets oplevert. Als het meteen iets oplevert, helemaal. En ze hebben geen namen nog. Nee, dus dat is misschien een leuke kijkersvraag. Kijkersvraag, nee? Dus geef ze een naam. Wel een leuke wedstrijd uitschrijven. Ja. Welke naam krijgen ze mee? Iedereen gebruikt dat zelf uiteindelijk. Ja, iedereen heeft zijn eigen naam. Ja, daarom. Ja, dus daarom hebben we geen namen toegekend. Maatje Pop heet ze. Je kan ook aparte kleding hebben. Ja, dat is weer een vrouwenvraag. Ja, er komt een hele kledinglijn. Ja, en er komt ook een koffertje bij dat je ook een kammetje hebt om zijn haartjes goed te doen. Ja. En dan met kerstmis een kerstpakje. En dan verschillende sokjes. Zodat... Ja, de mensen daar ook zich daarmee kunnen bezighouden om een soort te verzorgen. Ja. Want ik hoorde nu wel, en dat vertelde jij geloof ik daarnet, Arjan, dat het ook specifiek nu is van een zacht hartje waar je over kan wrijven en een knisper rok of broek, zodat je ook die tactiele sensorische integratie, ja, heet dat je ook zo? De vaardigheden nog hebt. Zo. Ja. Ja. Dat ook echt, dat in die kleding zitten ook weer foefjes om mensen... Ja, knisperpapier, voelkussen. Dat je eigenlijk bij babypoppen ook vaak hebt, hè, van de verschillende... structuren en stoffen. Hey, maar nog even de ondernemende kant voor jullie jongens. Want de wereld ligt aan je voet hiermee. Ja. Je zit nu binnen Nederland alleen met de poppen. Maar ja, dit is een kwestie van vertalen en dergelijke. Ja. Andere cultuur overnemen. Ja, alleen wat je wel merkt, is dat het gaat stap voor stap. Ja. We zijn nog nooit gebeld van doe maar even 1000 poppen. En je moet elke keer bewijzen, elke keer een pilot draaien. Okay. En dan zie je dat wij als mens... Dat gaat vrij langzaam, hè, dat wij die acceptatie hebben van robots kunnen ons echt ondersteunen en helpen. Ja. Eerst was het altijd te gaan, onze banen worden vervangen, maar je ziet nu wel dat mensen inzien, ze kunnen echt iets. Ja. En dat gaat vrij traag als je kijkt hoe lang er al robots bestaan, eigenlijk ook al in de zorg, dat proces. Maar dat gaat komen, maar je moet wel een lange adem houden hebben, want je moet door blijven ontwikkelen en testen en alles. En dan en voor je het weet word je links en rechts ingehaald. Ja, als je denkt van, dit is een leuk concept. Dit is ook niet te beschermen, denk ik. Nee. Alleen, dat zullen de Chinezen heel snel volgen. Alleen, wat ik zeg, we hebben nu wel een nadeel. Dat mensen heel huiverig zijn voor hun als spullen. China komt. Ja, dat is natuurlijk wel dus zo. Dat is dan, En nog heel eventjes naar de poppetje. Want hij deed net een demonstratie en hij kon windjes laten. Hij kon kuchen dat hij ziek was en zeggen dat hij ziek werd. Kunnen die softe poppen dat ook allemaal? Ja, laat maar heel eventjes zien. Kun je ziek worden en anders doen we het eventjes zo. Dat doe je dan op je app. Zeg maar. Hij laat even zijn beste move zien. He, dan gaat hij even dansen voor je. Speciaal voor jullie, hè? Gezellig. En dan stoppen we hem even en dan gaat hij even laten zien dat hij dus ook ziek kan worden, bijvoorbeeld. Waarom? Waarom moet je ziek kunnen worden als robot? Nou, kijk, daar gaat hij. Hij gaat bijvoorbeeld nu niezen. En dan zegt hij dus tegen die cliënt, luister, het is koud, doe wel een jas aan. Zorg dat je vitamine eet, anders word je ziek. Ja. En als je dus dat kunt ondersteunen met de juiste beweging erbij, dan geeft dat wel extra waarde. En hetzelfde bijvoorbeeld voor dit, als hij iets verkeerds heeft gegeten, dan gaat hij. Gaat hij eerst kijken of jullie niet kijken. Dat heeft hij niet door. En dan... En dan laat hij bijvoorbeeld een scheetje. En je ziet al het effect op jullie lachen. Ja. En lachen is eigenlijk ook een medicijn. Dus als jij bij de autisme of wat dan ook cliënten kunt laten lachen. Is dat een mooie bijkomstigheid. Hè? Ja. Geweldig. En al die lessen neem je mee ook weer in die softpoppen. Want die kunnen niet alles wat, wat hij kan. Ze kunnen natuurlijk niet bewegen. Nee. Maar wel, we zijn aan het kijken als doorontwikkeling om straks die nek te kunnen laten bewegen. Alleen je wil ook niet dat schrik-effect, zoals vroeger Chucky, de film. Ja. Dat die pop opeens je gaat aankijken s'nachts. Dan moet je wel heel goed verwaken. Ja. Dus waarschijnlijk komen we hier niet met bewegingen. Heel... En dat ligt allemaal heel
gevoelig. Ja, ja. Wat een precair proces inderdaad, van wat wel en wat niet. En heel erg leuk. Wat is jullie eerste grote doel nu? In juni heb je 1000 poppenvots, zijn er al van weggezet? Of is dat we hebben er al 10 verkocht van de eerste 100 komen eerst aan. En dan komen de 900 nog aan. Ja. En dat is dan in augustus. Maar dit is voor het eerst. We hebben toevallig vorige week een keer gelanceerd op een evenement. En nu voor het eerst. En voor de rest is het allemaal nog helemaal nog nooit getoond. Dus we beginnen net eigenlijk pas. De kinderhobbelschoenen. Ja, precies, kinderhobbelschoenen. Ja. Geweldig. Nou, we gaan het helemaal volgen. Nou, ik vind het heel erg leuk en innovatief en spannend. En ik vind het heel erg leuk om inderdaad ook reacties terug te horen. Dat gaan jullie vast wel verzamelen. Dus ik zou het leuk vinden als jullie over een tijdje nog aankomen schuiven. Ja. En vertellen hoe de mensen erop reageren en ermee om. Ik wil wel even de aandacht opleggen dat mensen die natuurlijk mee zitten te kijken en die denken, ja, maar ik heb iemand in de familie die dementerend of whatever, die zou hier wel iets mee willen. Kunnen ze inderdaad via jullie website gewoon contact opnemen? Ja, Smart Robot Solutions. Je kunt ook gewoon testen, pilots draaien om het eerst eens uit te proberen. Okay. Maar online kunnen we ook demonstraties verzorgen. Om eens te kijken of het aansluit. Mm-hmm. Want er zitten heel veel mogelijkheden in. Alleen je moet het een keertje ook even gezien hebben. Ja. En dan ook testen of iemand de gevoelens voor krijgt. Of dat ze zeggen, nou, ik hou niet van robots. Ja, dan houd het druk op. Druk op mijn oren als je iets wil doen. Druk op mijn oren. Ja, zo praten ze de hele tijd door. Je krijgt wel ouderen die als je op bezoek komt op je oren gaan drukken. Ja, precies. Ja, dat. Want het is dus niet. Ja, heerlijk. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Heel veel succes ermee. Zeker wel. Ontzettend bedankt dat jullie hier wilden zijn. En heel graag tot in de toekomst nog een keertje met een update hierover. Ja, gaan we doen. Dank jullie wel. Oké, dankjewel. Helemaal superman. Ja, dat waren Richard Kuipers en Arjan van den Broek van Smart Robot Solutions. Met, ze hebben geen naam. Ja, hoe zullen we ze eens noemen? Maar Jantje en Jip en Janneke, zou ik maar zeggen. Maartje weten we wel. Maar, namen mogen jullie allemaal zelf verzinnen. Dat is sowieso leuk. Wel heel erg leuk om die ontwikkeling te zien. En inderdaad, heel goed altijd de vraag, wat is echte aandacht? Is het een verarmoeding van de zorg? Of is het juist een enorme verrijking? Nou, ik ben, zoals u weet, fan van de laatste gedachtegang. Volgens mij kunnen robots heel veel toevoegen. Mm-hmm. Wat niet wegneemt dat de menselijke maat en aandacht natuurlijk heel erg belangrijk is en blijft. Zo ook bijvoorbeeld bij evenementen. En dat is dan weer een prachtig bruggetje naar de live communicatie guru van vandaag die aangeschoven is. Sjoerd Wijkamp, welkom. Ja, dankjewel. Een prachtige brug, zeg. Goed, hè? Heel ik voorzien goed. Ze waar je bij staat. Een heel trenddossier over de menselijke maat en dan tussen de twee A's en I'tje. Helemaal. Weet waar je het voor doet. Ja, precies. Nou, welkom. Ja, jij weet alles van menselijke maat en aandacht, want evenementen, dat is jouw ding. Ja. En dat gaat om aandacht. Dat. Ja. En we zitten wel echt in de zakelijke evenementenmarkt. Mm-hmm. Dat maakt het misschien weer wat kouder, maar uiteindelijk is die basis... Ja, juist, de uitdaging dat is groter, zou ik zeggen. Precies dat, ja. Ja, helemaal mooi. Hey, luister, dit is het nieuws wat overal op internet staat. Wat is er aan de hand? Poeh. Bam. Ik zie wel een boer met kiespijn, vinden jullie ook niet? Ja, maar dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dit is een foto bij ons op kantoor. Wij hebben ons kantoor in Doetinchem. Wij komen oorspronkelijk uit het grote, almachtige Riet Business. Toen heette het vakblad nog feestelijk zaken doen. Briljante titel. En dat hebben wij toen gedwongen eigenlijk. Want wij werden daar gewoon eruit gesneden. Zijn we zelf doorgestart met eventbranche.nl. Daar kwam later ook evenementenorganiseren.nl bij. En dat is zo mooi gegroeid. En het werd zo mooi grote community en platform. Toen kwam corona. Toen zaten we ook hier, weet ik nog, op anderhalve meter afstand van Jan Eleveld, een van mijn branchegenoten. En hier zit nu iemand met een glimlach, want wij hebben besloten, dat is in de loop der tijd al ontstaan, dat we veel meer de focus wilden leggen vanuit de branche, waar bureaus, cateraars, locaties zitten, veel meer de focus op mevrouw Rabobank en meneer Volkswagen en mevrouw Bol.nl. De kom is er inmiddels aan. Juist, precies. Goed, En dat is eigenlijk in die coronatijd al helemaal ontstaan en gegroeid. Dat heet Next Life. In Duitsland bestaat dat ook al. En in Nederland komt dat er nu ook aan. Maar wij zaten nog met dat enorme platform, die enorme community. En daar zat ook wel een soort van negatieve erfenis uit de coronatijd. We hebben het wel echt heel zwaar gehad. Die branche is natuurlijk helemaal tot stilstand gekomen. Al kon dit nog... Leuk dat jullie het ook blijven doen, want dit is gewoon live communicatie. Precies. En uiteindelijk zijn we met onze van oudsher grootste, maar wel leukste concurrent, events.nl, vroeger High Profile, zo noemde zich toen altijd nog. Ja. En daar is gewoon een deal uit ontstaan, waarbij ze eigenlijk onze platforms gekocht hebben. En wij volle focus kunnen gaan
vestigen op de, laten we, wij noemen dat de opdrachtgeversgroep. En dan zit je dus echt in de marketing, communicatie, HR-wereld. En dus is er eigenlijk ook een soort driehoek ontstaan. Ja. Een monsterverbond noemen wij het graag. Ja. Waarbij we wel echt aan elkaar blijven hangen. Dus we zijn verkocht. Maar we gaan samen verder. En dat, dat gelukkige kun je me niet maken. Maar monopoliseren jullie wel helemaal, dat mag ik nu dan eigenlijk. Ja. Echt, hè? Ja, dus het woord monsterverbond vind ik wel lekker, hoor. Die klinkt heel goed. Wat gaaf, wat spannend. En jij dus inderdaad helemaal op die evenementen dan? Dus de evenementen waar we volgens mij als platform, uiteindelijk waren we ooit een brancheblad en later werd dat echt een community, om maar even in de marketingtermen te blijven. En die evenementen, de Gouden Giraf, de Next Event, de Beach Branch Barbecue. Oh, ja. Overigens niet in Noordwijk, maar in Scheveningen. Maar misschien moet ik zomaar eens even met de mensen... Ja, even praten met Ja. Dus die blijven bij ons. Maar die positioneren we eigenlijk ook een beetje in het midden. Dus we blijven elkaar ondersteunen. We hebben afspraken gemaakt over... Er zijn geen concurrerende gevoelens. Nee, het is echt heerlijk. Ja, het is echt heel bijzonder. Ja, dat proces is ook echt heel bijzonder geweest. En, er is dan corona toch wel weer goed geweest voor de verbroedering. En het elkaar toegroeien. Absoluut, en het samenwerken. Absoluut. Ik zeg op verjaardagen vast nog wel een keer dat als we het voor corona hadden verkocht, had ik mijn oude dag gehad. En nu sluiten we iets moois af. En kunnen we echt volle focus door. Ja, nog geen oude dag. Maar je bent ook nog niet zo oud. Hoor. Nee, hoor, nou, dus, ik moet zeggen, ik zag laatst, het zit toch maar steeds minder haar daarachterop. Ja, ben je gek. Daar zit te veel hersenen. Een van de events die jullie organiseren is deze. De Gouden Giraf. Jazeker. Vertel daarover, want dat heeft een hele geschiedenis inmiddels. Ja, dat heeft echt een hele geschiedenis. En die heeft ook die is in handen geweest van conculega's, maar ook van de conculega waar we eigenlijk nu samen mee verder gaan. En uiteindelijk is die een heel aantal jaar geleden bij ons terechtgekomen. Dit is de award, de Oscar, voor alles wat wij noemen live communicatie en experience marketing. Dat zijn dus evenementen binnen de marketing- en communicatiemix. En daar doen de grote merken aan mee, de grote bedrijven, maar juist ook die scholengemeenschap die opeens iets briljants bedacht heeft met een evenement, waardoor bijvoorbeeld de scholieren mede gingen bepalen hoe de studieinrichtingen uit ging zien. Ja, dat is ons vak. En dat is het mooiste vak wat er is. En die Gouden Giraf heeft ook steeds meer cachet gekregen. De marketing- communicatiebladen communiceren daar ook over en websites natuurlijk. Hey, en jij was, want we zaten hier vlakbij, noem ik het maar, bij Valkenburg in de hangar. Ja. Dat was vorig jaar samen met Paul, een van de juryleden. Ja. Vertel, hoe was die bijeenkomst? Ja, wij zaten dus voor de mensen, ik denk dat... iedere Nederlander moet er geweest zijn, Soldaat van Oranje. Ja. Dat decor zaten we met een draaiend theater. En hebben we eigenlijk het verhaal van ons vak verteld. Wat helemaal niet zo heel oud is. En stiekem het alleroudste wat er is. Want het gaat gewoon om live communiceren. En daar hebben we de evolutie van ons vak verteld. En daarbinnen hebben we de prijzen verpakt. En daar krijg je dus de winnaar in interne evenementen. Nou, dat zijn vaak HR of interne communicatietrajecten. Maar ook de winnaar in brand events. Dus welk merk zette zich het best neer. En die kwamen er allemaal samen. Dan heb je het echt over een paar 100 mensen met nogmaals die hele grote merken en dan de organisatiekant. Ja, gelukkiger kun je mij niet maken. Dan moet je natuurlijk ook practice what you preach. Ja. Dus, En dat deden jullie, want jullie gaan dan kijken naar goede manieren van live communicatie. Daar worden prijzen voor uitgereikt. Nou gaan we niet meer terug naar die negatieve coronatijd te veel. Nee. Maar toch nog heel eventjes. Toen werden die prijzen ook uitgereikt. En dat kon niet. Nee. Want je kon niet live bij elkaar komen. Dat mocht niet. En toen, dat vond ik zo briljant. Toen gaven jullie echt het voorbeeld van wij vinden een weg eromheen. Ja. Of eigenlijk een weg erdoorheen. Ja, letterlijk een weg. Hè. Ja, we zijn toen. Je moet altijd kijken wat er nog wel kan. Zeker als je gelooft in die kracht van live. Dan is online echt een mooie aanvulling. Maar dat echte live contact, daar gaat het om. Dus we hebben toen de awardshow verpakt in een drive-through, hebben we het genoemd. En we gingen ook letterlijk door, in dit geval de fabriek in Maarsen, Utrecht. Ja. En daar konden mensen met de auto, dus dan kreeg je de opdrachtgever, dus het merk, de bank, de auto, of welk merk het dan ook was, samen met één iemand van het bureau. En die reden langs alle categorieën. De ene keer werd je auto gewassen en werd de winnaar bekendgemaakt in de beurzencategorie. En helemaal aan het eind kwam je bijvoorbeeld bij de All You Need Is Love Caravan. En dan kreeg je eerst een ode voor jouw evenement. En daarna werd bekendgemaakt wie de Brand Events categorie won. Ja, daar hebben we zelfs een prijs mee gewonnen. Dat als je een prijs wint met je eigen prijs. Lastig uitleggen, maar dat is echt heel leuk, hoor. Ja. Dat is echt wel heel goed. Wat houden jullie in het buitenland met dit soort prijzen
ja, festiviteit ook in de gaten. Zeg maar. Ja, absoluut. Een soort van trend zichtbaar. Ja, ja, en zonder te veel eigenpocherig te zijn. Maar ik zit ook al heel lang bij de Best Event Awards. Dat is de overkoepelende internationale award. Dus de Gouden Giraf, maar dan internationaal. Ja. Daar ben ik heel lang jurylid geweest, maar ook in de advisory board. En de terugkoppeling daar, en dan heb je dus echt over de CMO van Porsche en de CMO van Volkswagen. Die zitten daar allemaal bij. En dat vind ik wel eens goed om te zeggen. Nederland is als festivalland over de hele wereld bekend. Ja. Maar ook op dit gebied, dus live events voor marketing en communicatie, absolute Champions League. Maar dan ook echt Italianen, Spanjaarden, Duitsers. Ze kijken naar de combinatie in Nederland van creativiteit en ook gewoon keiharde ROI en oplossingsgerichte evenementen. Ja, het is echt veel mensen weten het niet. Het zit een beetje onder de radar. Maar het is, als je kijkt naar marketingbudgetten, digital en events, staat in ieder onderzoek op één. Mogen we als Nederland dan ook wel wat trotser op zijn misschien? Dat bedoel ik. Ja, bij deze gezegd. Ja, hadden we in de coronatijd ook wat trotser op kunnen zijn. Nee, maar jullie zijn dus ook met Duitsland bezig, hè? Ja. Kan je daar iets een klein tipje van de sluier Ja, het tipje is eigenlijk zo groot dat ik hem niet kan oplichten, want het is al helemaal ontstaan. Dus het Next Live idee, dus voor de opdrachten, de kennis eigenlijk uit de markt en de kennis die wij ook in al die jaren hebben opgedaan, en dat is best wel aardig wat, dat gaan we daar delen op het platform. Dus we hebben in Duitsland een platform, daar heet het Next Live DCP, Discover, Connect and Perform. En in Nederland wordt het nextlive.nl. En die ondernemersgeest zit erin. Wij willen dat dat een platform wordt waar dus van ieder merk, van ieder organisatie, maar misschien ook wel die marketeer of communicatie man of vrouw van de scholengemeenschap die iets moet bedenken om die leerlingen te binden. Daar gaan ze inspiratie, kennis, het netwerk vinden. En in Duitsland is dat eerste evenement, het Next Live Festival, is geweest. Klein begonnen, 175 van dit soort mensen. En ik weet niet of ik te veel met merken gooi, maar dan heb je het dus over Siemens, Samsung, Duitse Bahn, Deutsche Bank. Dat is makkelijk daar, alles heeft gewoon Duitse Bank. En die komen daar dan samen en die hebben dus echt staan kijken, want dan komt er een vleug Nederland bij. Ja. Dus wij maken daar niet een grote hal van. Nee, er waren allemaal woonkamertjes en allemaal groen en heel mooi op ingericht. En ja, daar hebben we de wind in de zeilen al en dat gaan we nu in Nederland ook doen. Maar jullie zijn nou eigenlijk de Rudy Karel van de evenementen in Duitsland. Ja, in Duitsland, als ik aanvang met mijn spraken, dan vang ik hier maar aan met, ik ben de Hollandse Rudy Karel van de eventbranche. En dat vinden Duitsers blijkbaar hartstikke leuk. Dus dat gebruik ik altijd. Ja. Heel goed, ja. Hey, luister eens, we zaten net nog eventjes bij de Gouden Giraf natuurlijk. Ja. Kun je nu nog inschrijven als bedrijf of is dat al te laat? Nee, dat kan zeker nog. We gaan uitreiken op 29 mei in, en dan ben ik ongelooflijk trots op, het MBC Congrescentrum. Oh. Duik daar maar eens in. Dat is een locatie die heeft zoveel ellende gehad met een hele grote brand. Ja. Die zijn letterlijk uit de as opgestaan. Daar staat een van de allermooiste locaties die ik de laatste tijd gezien heb. Helemaal alles wat je maar kan verzinnen aan trends en ontwikkelingen zijn daar. En daar gaan wij niet alleen de award uitreiken, maar dat is dan ook wel meteen een oproep. We hebben daar namelijk overdag zijn de jurypitches, en ik zit tegenover twee juryleden, die zijn live. Dus je kunt gewoon meekijken met dat evenement van het grote automerk, die bank of die scholengemeenschap. Dus ik heb eigenlijk, als het mag, twee echte oproepen. 29 mei, je kunt kaartjes kopen via www.gouden-giraf.nl. Dan krijg je de dag van je leven, want je ziet al die mooie evenementen. En je hebt ook nog een hele leuke awardshow met een mooi netwerkfeest. Ja, maar het netwerk is helemaal goud. Het is ook echt wel een feest. En je kunt nog altijd inschrijven. En dit is dan nog een primeurtje, want we gaan de inschrijftermijn een klein beetje oprekken. Okay. Dus je hebt nog wel tijd. Maar kijk op de website gouden-giraf.nl. Ja, want het gaat wel door. En die 29 mei is gewoon hard, hè? Die is keihard. Ja, die gaan we niet verschuiven. Geen corona die ons gaat verschuiven, hoor. Nee, precies, die gaat door. Ja. Nee, maar als ik zo zie wat je hebt gepresteerd in coronatijd en vorig jaar inderdaad bij het decor van Soldaat van Oranje, dan verwachten wij wel heel veel van dit jaar. Wordt er weer een. Ja, we hebben daar we kunnen gebruik maken van schermen die je nog niet gezien hebt waarschijnlijk. Dus we gaan heel erg zitten op de content op die schermen. Ja, dan word je helemaal weggeblazen. Oké, ik ben heel... Dat is een belofte. Ja, ja, zeg zij, ik ben benieuwd. Zij heeft er gesproken alweer. Zij is daar natuurlijk ook. Ja, ja. Maar goed. Nee, maar wij allemaal zijn wel gewoon nieuwsgierig. Wij zijn allemaal nieuwsgierig. Zeker. Ja. Wat heb jij bij je liggen daar? Op ja, iets heel bijzonders. En er moet dan één bruggetje gemaakt worden zoals jullie dat ook doen. Want ik geloof namelijk dat de kracht van live, van elkaar ontmoeten, van mensen bij elkaar brengen, zeker als je het heel gefocust kunt doen op je doelgroep, dat wordt straks een van de meest betrouwbare, misschien wel het enige nog echte betrouwbare communicatiemiddel. Dus ik denk dat we enorm gaan groeien. Dat zit dus in het menselijke, in de menselijke maat. En vorige keer nam ik de Gouden Giraf mee, waar de kop van afgebroken was. Toen was ik heb nu iets meegenomen. Ik ben tot 2 weken geleden was ik commissaris bij de allermooiste,
maar niet de beste voetbalclub van Nederland. Bij de Graafschap. En dit shirt, en ik weet niet of het te zien is. Hier staan 2100 namen in de shirtsponsoring. En Dran is de kreet van onze club. Dat betekent mouwen opstropen en niet van het veld afkomen met een mooie schone broek. Ja. Erop vliegen. En er was een gat in de begroting. We hadden een sponsor te weinig. Mm-hmm. Tita Tuinmeubelen wilde alleen in de maanden dat de tuinmeubelen verkocht werden. Ja, dus in logisch. De andere maanden was er geen sponsor. En waarom ik deze heb meegenomen is dat we met alle ontwikkelingen, denk ik dat het allerbelangrijkste naast die evenementen, die live communicatie, is dat als je durft een vraag te stellen, dan zijn mensen nog steeds dezelfde mensen als heel lang geleden. Ja. En hier staan dus 2100 mensen, die hebben allemaal €19,54 betaald om hun club te steunen. Maar hierachter zaten 40 bierveeltjes met bedrijven, 40 bedrijven uit de mooie Achterhoek. Die allemaal zeiden, als we de club aan de supporters kunnen geven, aan de achterban, dus supporters met een shirtsponsor, dan wil ik daar wel €5000 voor betalen. Mm-hmm. Dus die hebben vanuit hun hart, vanuit de trots voor dat wat ons deelt, mooi. Hebben dat. Dus ik had 3 ton bij elkaar door een vraag te stellen. En het is niet dat ik hier een preek wil houden, maar wat er ook om ons heen gebeurt, robots, super, fantastisch, want we hebben handjes te weinig. Mm-hmm. Maar de kracht, de echte kracht in deze hele wereld, ontmoet elkaar, vraag elkaar. En dan kun je echt zelfs een club als de Graafschap, en dan ligt het nog geld op 3 ton aan shirtsponsoring. En het gevoel bij die mensen is er nog steeds. Ze schilderen nog steeds de stadionmuren en het komt hieruit voort. Ze bouwen de eigen kantine, letterlijk en vroeg. Ja. Geweldig. Nou, dat vind toch een soort preek, hè? Ja, hele mooie stichtelijke preek. Dus ik neem een keer wat anders mee. Ja. Als iemand een keer naar de Graafschap wilde, kunnen ze mij bellen en mailen. Oké, dan kom ik een keertje meejoelen voor ze. Hartstikke mooi. Ik vind het een hele mooie afsluiting eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen. Gedaan. We gaan op weg naar de Gouden Giraf, 29 mei. Ja. Woensdag 29 mei, groot feest. Kom vooral 's middags, want dan kijk je mee met de jury. Dat is echt ontzettend als 's middags komen. En gewoon op gouden-streepje of gouden-minnetjesgiraf.nl. Ja. Hartstikke goed. Sjoerd Wijkel, ontzettend bedankt dat je hier wilde aanschuiven en vertellen. Heel veel succes en plezier bij de Gouden Giraf. We gaan je daar zien. We zien hier vast nog wel weer een keer in de toekomst aanschuiven. Dank jullie wel. Absoluut, dank je wel. Wauw, wat een enthousiast. Vond ik wel heel erg. Ik wou hem eigenlijk nog vragen hoe hij aankeek tegen al die robotisering. Te laat, maar toen dacht ik, deze hele mooie stichting. Nee, dat hoeft helemaal niet dan slaat dat dood. Dan is dat weer niet handig. Hey, mag ik even een klein bruggetje naar vandaag maken? Want ik zag jou eindeloos op televisie deze week. Onder andere in het ochtendprogramma bij WNL. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Want ik heb niet eerlijk gezegd alles meer gekeken. Maar volgens mij ging het over Girls Day. Nu kan je goed zien het verschil met en zonder make-up. Oh jee. Ja, daar was ik uitgebreid in de make-up geweest. Dan mocht ik inderdaad op tv iets vertellen over Girls Day. Mm. 11 april. Een dag waarop bedrijven, technische bedrijven, allerlei meisjes ontvangen en hun bedrijven laten zien om ze zo hopelijk te stimuleren om eens na te denken over die technologie, over misschien wel een beta-kant kiezen. Hè, met ze moeten dan die pakketten kiezen. Ja, want het is nog steeds moeilijk op de middelbare school als meisje. Jongens krijgen nog 2 keer zo vaak een advies voor een beta-profiel dan meisjes. En we zien überhaupt in Nederland, zeker in vergelijking met het buitenland, dat de deelname van vrouwen in de technologie bijzonder klein is. Dus 19% van de vrouwen, van de mensen die in de technologie werken, is slechts vrouw. En dat is, Bulgarije is 30%, China is 40%. Nou, China is natuurlijk wel een heel apart verhaal. maar allerlei andere landen, van Kosovo tot aan Zuid-Amerika, daar zie je gewoon veel grotere hoeveelheden vrouwen die in de tech werken. Dus het is heel raar dat in Nederland zo laag is. En dat begint al op de scholen waar ze dus inderdaad een niet een goed advies krijgen of misschien zelf ook niet genoeg geïnteresseerd zijn of niet eens weten wat er kan. En bedrijven die daar niet op inspelen. Dus Girls Day is een prachtig initiatief om te proberen daar wat aan te doen. En we gaan zelfs, als ik nog heel even mag, 30 mei, hebben we de pet event in Schagen. In Noord-Nederland is dat. En dat is voor de lagere, lagere scholen. Beginnen, ja, de lagere scholen. Dus de kinderen in Want je bent dus zelf directeur 7. van Women in Tech. Maar je bent eigenlijk in de brede zin een soort van ambassadeur aan het worden, merk ik. Dat merk je heel goed. Dat ben ik al jaren. Ik vind het heel belangrijk dat technologie voor iedereen bereikbaar moet zijn. En ik ben directeur van Women in Tech. Dat impliceert dat je vrouwen in de technologie wil hebben. Dat vind ik belangrijk. Mm-hmm. Dat vinden bedrijven belangrijk, want er zijn natuurlijk altijd tekorten. Ja. Maar nog belangrijker vind ik dat we tech naar de vrouwen krijgen. Want ik vind zelfs als je helemaal niets in de technologie gaat doen, later qua beroep,
is het hartstikke leuk, is het interessant en is het belangrijk dat wij als vrouw er wel iets van af weten en daardoor ook mee kunnen beslissen en ons zegje erover kunnen doen en invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van nieuwe technologie, wat zeker nu met alle kunstmatige intelligentie heel erg belangrijk is. Nou, dat waren mijn stichtelijke woorden. Ja, ik vind het goed. Nou, het wordt wel een hele serieuze uitzending. Echt een short, eat your heart out, weet je wel. Dan ben je bezig. Helemaal goed. Hey, kijk, hier breng ik jullie even bij elkaar. Want dit was trouwens een event vroeger een paar jaar vroeger, geleden. Anderhalf jaar geleden. De Haagse Fokker Terminal was dat volgens mij. Ja, Fokker Terminal in Haag. Toen voor Next Live spraken, was ook weer met short. Maar goed, mocht u denken van, hey, die Lieke en Richard, die wil ik wel eens een keertje langs hebben horen komen met hun trend battle. Dat kan. Ja. Dat is gewoon nog steeds mogelijk. Het loopt erg fijn, gelukkig. Dagvoorzitterschappen, interviews, panels. Oh, dit was ook mooi. Dit was 25 jaar internet, hè? Ja, inderdaad. Met koning Willem-Alexander was daar ongelooflijk ook de gast. Ja. En we battelen ook samen en staan we op het podium. En dan zijn we het vooral niet met elkaar eens. Liever niet, maar voorkeur niet. En we hebben de trendsverwachting van 2024, zoals u van ons gewend bent, ieder jaar. Ik heb hem weer live bij me, want hij is nu ook als boek beschikbaar. Hij komt binnenkort op bol.com zelfs te staan. Oh, wow. Dat weet jij nog niet eens, maar dat hebben we geregeld. Dus dat komt ook allemaal voor elkaar. Heel erg mooi. De 20ste editie. De oudere edities zijn ook allemaal nog wel op te vragen bij ons. Deze kan je inderdaad via bol.com en via de site. Maar je kan hem ook digitaal gewoon gratis bij ons op de site lezen en bekijken als je wil. Wat ik ga lezen de komende week is wat ik van een uitgever krijg. Waarom de tijd niet stroomt van Jos Stolman. Oh. En ja, dat vind ik dus zelf mega interessant. Van wat is tijd? Je hebt de natuurkundige tijd, die verstrijkt. Maar je hebt ook de gevoelstijd. Hier is tijd bezien vanuit de natuurkunde, filosofie, psychologie en spiritualiteit. Hoe ervaren wij tijd, vertraagde tijd, herinneringen? Mijn zoon kijkt tegenwoordig allemaal van die films waarbij je in meerdere dimensies gelijk kunt zijn. Dat is helemaal het ding tegenwoordig in films. Hè? Dat je in een andere dimensie iets anders beleeft. Mm-hmm. Maar hoe zit dat? Hoe zit dat in ons hoofd? Ik vind het geweldig leuk. En ik heb hem even heel snel doorgebladerd, nog niet gelezen. Nou, ik heb al een stukje uitgelezen. En ik wil voorstellen voor de kijkers. Als je dit boek nou ziet, daar heb je hem. Koop hem eventjes, als je zou willen. Lees het en stuur je commentaar daarop naar ons toe, naar tv@trendwatcher.com. Dan in de volgende uitzending gaan we het boek bespreken, sowieso natuurlijk. En dan gaan we er iets van vinden, neem ik aan. Tijdreizen, weet je wel, Back to the Future. Dat is al mijn tijd. De kwantumvisie, ja. Schrödinger's kat. Nou, kortom, ik ga niet zitten lezen terwijl u aan het kijken bent. Dat is een beetje erg, ik verlies me gelijk in het boek. Maar ik ga het volgende keer laten horen hoe het hoe het boek was. Hartstikke leuk. Zo is het. Nou, dan zijn we langzamerhand aan het einde gekomen. Dan gaan we naar het strand, want het is hartstikke mooi weer. Het is prachtig buiten. We zitten hier binnen. Het maakt niet uit wanneer je deze uitzending terugkijkt. Het is gewoon hartstikke mooi weer als je op dit moment zit te kijken. Hey, dankjewel voor het kijken. Binnenkort zijn we er weer, volgende maand. Ja, volgende maand, mei, tweede zaterdag van de maand zijn we er altijd. Dus dat is in mei, is dat 11 mei. En dan hopen we ook weer allemaal mooie innovatieve gasten aan tafel te hebben. We hebben er al een paar op de rol staan. Maar heb je zelf een innovatief product? Ben je ondernemer? Heb je een start-up? Heb je een geweldig idee? Heb je iets geweldigs geschreven of bedacht? Kan je heel goed iets met muziek? Mag je ook melden? Dan meld je op tv@trendwatcher.com. Het is te makkelijk, toch? tv@trendwatcher.com. Nou, dan zie ik de mail daar wel verschijnen van jullie. Hey, bedankt voor het kijken en een hele fijne dag. En een mooi weekend trouwens. Bye bye. Bye.